Hallo, welkom bij de uitleg van de eerste paragraaf van dit hoofdstuk. De titel zegt al genoeg waar het over zal gaan. Kernreacties. Een onderwerp wat goed aansluit bij het vorige hoofdstuk, over radioactiviteit. We gaan beginnen. Je ziet hier twee kernen. We laten ze op elkaar botsen. Wat je hebt gezien is dat beide kernen samensmelten en daarna weer in twee stukken breken. Dat is wat er wordt verstaan onder een kernreactie. Er kunnen overigens ook best meer stukken ontstaan. We bekijken het nog eens, maar we geven nu beide kernen een naam. Trouwens, V en W zijn niet echte namen natuurlijk, het zijn maar twee willekeurige letters. Ik hoop dat je snapt wat de getallen A1, Z1 en A2, Z2 inhouden. Mocht je dat niet weten, druk dan snel even op pauze en zoek dit op in paragraaf 4.2. We laten beide kernen weer botsen en er ontstaan twee nieuwe kernen, X en Y. Ook dit natuurlijk weer, gewoon twee willekeurige letters. Hierbij kunnen de massagetallen en atoomnummers wel veranderen, maar alles bij elkaar moet wel weer gelijk blijven. We hebben nu twee redelijk grote kernen op elkaar laten botsen, maar vaak is de botsing tussen een grote kern, bijvoorbeeld uraan, en een kleine kern, bijvoorbeeld een alfadeeltje, of met een enkel neutron of proton. Je ziet, protonstraling is niet iets denkbeeldigs. Het staat juist in de belangstelling bij de bestraling van tumoren. Waarom? Nou, even snel een korte uitleg, maar het is geen onderdeel van de lesstof. Stel, in het lichaam bevindt zich een tumor. Een mogelijke behandeling is dan bestraling, waar de tumorcellen door de bestraling afsterven. Dit kan door gammabestraling. Je ziet echter dat door het grote doordringend vermogen van de gammastraling dat dit niet alleen de tumor de volle laag krijgt, maar ook het omringende weefsel. Gevolg is dat na de bestraling niet alleen de tumor is afgestorven, maar dat ook een groot deel van het gezonde weefsel op zijn minst is aangetast. Nu nog eens, maar dan met protonbestraling. Protonstraling is geen elektromagnetische straling, maar is een deeltje welke uit deeltjes bestaat. Dit houdt in dat het doordringend vermogen veel minder is. Men kan nu een proton een dusdanige beginsnelheid geven dat het precies in de tumor tot stilstand komt. En de mooiste eigenschap van een proton is dat hij zijn energie voor het grootste deel en het laatste deel van zijn snelheidsvermindering afgeeft aan de omgeving. En dat is precies in de tumor. Men kan dus veel gerichter de tumor bestralen zonder dat het omringend weefsel wordt beschadigd. Nu weer terug naar de protonstraling. Een mogelijke bron van protonstraling is deze kernreactie. Maar waarom noemen we dit eigenlijk een kernreactie en geen vervalreactie? Denk even na, dus druk even op pauze. Bij een vervalreactie zal links van een pijl altijd maar één deeltje staan. Hier staan er twee en dus is er een kernreactie. Neem deze reactie over en vul in wat voor deeltje er nog meer aan de rechterkant van een pijl ontstaat. En vul alle massagetallen en atoomnummers in. Ook hier druk eerst even op pauze om het wat uitdagender te maken. Oké, we beginnen met proton. Uit vorig hoofdstuk weet je nog dat hier zowel het atoomnummer als massagetal een 1 moet zijn. Links en rechts moeten atoomnummers en massagetallen samen ook gelijk zijn en dus kun je het atoomnummer en het massagetal van het onbekende deeltje opschrijven. En tenslotte kun je in binas ook het symbool van het onbekende deeltje opzoeken en dus ook opschrijven. Op dezelfde manier kan dit ook met neutronstraling worden gedaan. Maak ook deze kernreactie eerst weer even kloppend, dus druk weer even op pauze. Een neutron, dus 0 als atoomnummer en 1 als massagetal. Links en rechts moeten de getallen weer kloppen, dus het onbekende deeltje heeft atoomnummer 15 en massagetal 30. En uit binas blijkt dat het dan fosfor moet zijn, want die heeft atoomnummer 15. In de isotopentabel van binas staan bij een aantal elementen ook bij straling K-vangst. Wat is nu K-vangst? Wel, stel je voor je hebt stikstof 12. Hier nog even in detail getekend. K-vangst is dat een elektron uit de binnenste schil de kern wordt ingetrokken. Dat elektron blijft natuurlijk niet zo in de kern zitten, maar ze samen met een proton om worden gevormd tot een neutron.
Dus stikstof 12 zal door de K-vangst worden omgevormd tot koolstof 12. Er blijft echter wel een gat in de binnenste schil zitten. Dit wordt meteen opgevuld door een elektron uit de buitenste schil, wat gepaard gaat met een zeer energierijke röntgenstraling. Tot zover. Kijk in de lesplanner naar welke opgaven erbij horen. De opgaven worden in de volgende les behandeld.